Juf Nina is bezig met het ontwerpen van een project over gezond eten voor haar leerlingen in groep 7. En ze wil haar leerlingen uitdagen om meer te leren dan alleen losse feitjes en droge kennis. Daarom maakt ze gebruik van Bloom's taxonomie om rijke eindopdrachten voor hen te formuleren. In 1956 publiceerde een comité onder leiding van Benjamin Bloom een indeling van cognitieve onderwijsdoelen die kunnen helpen met de vraag: wat wil je dat jouw leerlingen leren? Deze indeling is opgebouwd uit 6 niveaus en geplaatst in een hiërarchie van laag naar hoog. Zo'n indeling wordt ook wel een taxonomie genoemd. Bloom's taxonomie begint bij het niveau kennis. Het gaat er hierbij om feitjes te kunnen herinneren. Bijvoorbeeld noem 8 verschillende appelsoorten. Daarna komt het niveau begrip, waarbij het erop aankomt dat je verschillende ideeën met elkaar kunt vergelijken. Bijvoorbeeld kun je uitleggen of een appel of een sinaasappel gezonder is. Daarna komt toepassing, waarbij je een probleem in een nieuwe situatie moet oplossen met bestaande kennis. Bijvoorbeeld, wat voor soort appels zou je gebruiken om een appeltaart te maken en waarom? Daarna komt de analyse, waarbij je moet kunnen categoriseren en bronnen moet kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, vergelijk 4 verschillende appelgerechten met elkaar en leg nou uit welke het gezond zijn. Uiteraard baseer je jouw keuzes op bronnen. Het 5e niveau is de synthese, waarbij je de informatie tot iets nieuws moet kunnen samenvoegen. Bijvoorbeeld, maak je eigen recept voor een gezond mogelijke appeltaart. En het 6e niveau is de evaluatie, waarbij je bepaalde keuzes moet kunnen waarderen. Een voorbeeld, vind je nou eigenlijk een appeltaart een gezonde snack voor kinderen? In 2001 hebben Lauren Anderson en David Cradwell de taxonomie van Bloom herzien. Zo hebben ze de zelfstandig naamwoorden vervangen voor werkwoorden en ook waarderen ze creëren hoger dan evalueren. Dit wordt ook wel Bloom's aangepaste taxonomie genoemd. Er zijn ook onderzoekers die een hele andere indeling hanteren en die alleen maar kijken naar de lagere denkorders en de hogere denkorders. En dan is er nog Andrew Churches, die in 2009 een digitaal component toevoegt aan Bloom's taxonomie. Welke indeling je ook hanteert, Bloom's taxonomie gaat ervan uit dat je de onderste 3 niveaus moet kunnen beheersen om opdrachten van de hoogste 3 niveaus uit te kunnen voeren. En dat terwijl in het traditionele onderwijs de nadruk juist ligt op alleen die onderste 3 niveaus, zowel in het onderwijsaanbod als in de toetsing. Terwijl het leerrendement van leerlingen hoger is wanneer ze geconfronteerd worden met opdrachten geformuleerd op de hogere niveaus, waarbij ze ook automatisch gebruik moeten maken van de onderste 3 niveaus om die te kunnen uitvoeren. Juf Nina komt uiteindelijk tot 3 verschillende eindopdrachten voor haar leerlingen. 1. Bereid voor de hele klas een gezonde en gevarieerde lunch voor. 2. Ontwerp voor een restaurant een website met een menukaart. En 3. Film je eigen aflevering van het Klokhuis over gezond eetgedrag. Elk van deze opdrachten stimuleert leerlingen om vakoverstijgend te werken in een rijke leeromgeving.